Solliciteren op een baan waar je geen ervaring in hebt. Dat is nog eens lastig. Ik kreeg die vraag van iemand die mijn video's heeft gezien. En in deze video ga ik je vertellen hoe je toch een kans maakt op die baan zonder dat je ervaring hebt. Ik ben Judith Schoorlemmer. Ik ben recruiter, HR-manager en loopbaanadviseur. Stel je voor, je werkt in het onderwijs en je wil eruit. Je wil iets heel anders gaan doen. Bijvoorbeeld klantenservice medewerker, service desk medewerker. Maar je hebt er geen ervaring in, want je hebt eigenlijk altijd in het onderwijs gezeten. Hoe ga je er nou voor zorgen dat je toch een kans maakt als service desk medewerker? Het lijkt bijna onmogelijk, want werkgevers vragen eigenlijk altijd ervaring. Klein beetje of heel veel, maar die ervaring komt steeds weer terug. En ik proef bijna de frustratie van mensen, omdat ze het gevoel hebben dat ze geen kans krijgen. Want hoe kun je nu ergens ervaring op doen, als je al ervaring moet hebben wanneer je wilt starten? Nou, daar is heel veel over te zeggen. En ik zie ook wel steeds meer werkgevers die wat flexibeler worden. Dat moet ook wel in deze tijd natuurlijk. Het is heel moeilijk om mensen te krijgen. Maar het is nog steeds niet makkelijk. En er zijn best wel dingen die je kunt doen om het jezelf makkelijker te maken. En om ook veel meer in de picture te komen bij recruiters. En ik ga je vertellen welke stappen je dan moet nemen en waar je op moet letten. Stap 1. Solliciteer op de juiste vacatures. En dat is snel gezegd, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar je moet met een paar zaken moet je wel rekening houden. Denk er bijvoorbeeld aan dat je niet op vacatures gaat solliciteren die een senior positie hebben. Met andere woorden, je hebt minimaal 10 jaar ervaring nodig. Ja, dan ga je het zonder ervaring niet redden, hoe goed je jezelf ook verkoopt. Dus let erop dat je een vacature kiest waarin je niet al te veel specifieke ervaring nodig hebt. Maar daarnaast is het ook belangrijk om te solliciteren op vacatures die bij jou passen. En die is echt belangrijk en die wordt heel vaak overgeslagen. Ik heb een video gemaakt over de carrière switch. Die kun je hier ergens, denk ik, kun je die aanklikken. Pak de goede... Zet de juiste stappen bij een carrière switch. Waarom wil jij als service desk medewerker werken? Wil je dat omdat je hebt gehoord dat het zo gezellig werk is? Of heb je het echt onderzocht en weet je dat het bij jouw profiel past? En je zult merken dat het solliciteren makkelijker wordt als het een baan is die echt bij jou past. Ook... als je daar geen ervaring in hebt. Dus solliciteer op de juiste vacatures. Stap 2. Ontdek welke vaardigheden nodig zijn. Waarom denk je dat werkgevers zo vaak vragen om ervaring? Eigenlijk vinden ze het heus niet spannend hoe lang je dit werk al doet. Maar als jij al een paar jaar in dit soort werk gewerkt hebt, dus in dit voorbeeld als service desk medewerker of medewerker helpdesk, dan gaan ze ervan uit dat jij bekend bent met de vaardigheden die je nodig hebt. En dat je ook al deze vaardigheden goed hebt ontwikkeld. Want daar gaat het uiteindelijk om. Niet hoe lang je dat al gedaan hebt, maar hoe goed jouw vaardigheden daarin ontwikkeld zijn. En werkgevers vertalen dit meestal naar ervaring. Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Ervaring is vaak wel een goede graadmeter of iemand inderdaad die vaardigheden beheerst, die moet hebben voor deze functie. En als je de ervaring niet hebt, dan kun je dus heel goed voor de dag komen door aan te geven dat je de vaardigheden hiervoor wel bezit. En dan ga ik je zo meteen nog vertellen hoe je dat dan kunt verwoorden in bijvoorbeeld een sollicitatiebrief. Maar eerst ga je dus onderzoek doen. Ga kijken
Welke vaardigheden bijna altijd worden gevraagd voor deze vacature? En ik heb een kleine video in deze video tussengevoegd, zodat je kunt zien hoe je dat onderzoek gaat doen. En daar ga je nu even naar kijken. Om te zien welke vaardigheden je nodig hebt, is LinkedIn een heel goed platform daarvoor. Daar staan ongelooflijk veel vacatures op. Boven in het zoekvenster kun je aangeven op welke term je wil zoeken en waar je wil zoeken. Dat waar je wil zoeken is natuurlijk niet zo belangrijk, maar doe het wel in Nederland in elk geval. Aan de linkerkant hier zie je een hele lijst met zoekresultaten en aan de rechterkant zie je dan de vacatures verschijnen. Nou, als ik wat naar beneden scroll, dan ga ik dus zoeken welke vaardigheden heb je nou voor deze functie nodig. En dat zie je hier, onder wat neem je mee. En er zijn natuurlijk altijd wat concrete vaardigheden die je specifiek voor dit bedrijf nodig hebt. Bijvoorbeeld commitment met de net cargo kernwaarde. Ik vind hem een beetje raar hoor, maar maakt niet uit. Kijk naar de wat algemenere vaardigheden. Werk- en denkniveau. Commercieel inzicht wordt ook heel vaak gevraagd bij klantenservice medewerker. Klantgericht, die komt altijd terug. Werken met deadlines wordt ook wel stressbestendig genoemd. Ervaring met klantcontact, daar heb je hem alweer in een business-to-business omgeving. En waarom willen ze dat? Omdat ze dan zeker weten dat jij weet hoe je moet communiceren met een ondernemer in plaats van met een consument. Dat is natuurlijk altijd anders. Communicatieve vaardigheden, je werkt nauwkeurig en gestructureerd. Dat zijn ook hele belangrijke die vaak weer terugkomen. Nou, als je het nu wat completer wil doen, dan pak je nog een paar verschillende customer service medewerker bijvoorbeeld. Je schrijft ze ook op, hè? Hier heb je hem weer. Wat breng je mee? Eigenlijk kunnen we er beter eentje verder kijken hier. Wat is handig? De rijtjes vind ik altijd heel handig. Wat verwachten we van jou? Daar heb je hem weer. Commerciële en klantgerichte vaardigheden. De taalbeheersing is belangrijk. Nederlands is belangrijk. Engels zie ik ook best wel vaak terugkomen. Maar vooral Nederlands moet je in woord en geschrift beheersen. Klantgericht moet je zijn. Je moet ook een beetje commercieel zijn. En je moet natuurlijk uitstekende communicatieve vaardigheden hebben. Maar zo doe je dus het onderzoek. Kijk naar de vaardigheden die vaker terugkomen in dit soort advertenties en schrijf die op. En zo doe je dus onderzoek naar de vaardigheden die je nodig hebt om dit werk goed te kunnen doen. En als jij de ervaring niet hebt, maar je kunt wel aantonen dat je de benodigde vaardigheden bezit, omdat je daar dan wel ervaring in hebt, dan ga je jezelf ook als goede kandidaat verkopen. Je ziet bijvoorbeeld dat voor een service desk medewerker wordt heel vaak klantgerichtheid gevraagd, commerciële instelling, goed zijn in je Nederlandse taal en soms nog een andere taal. Dat zijn zomaar even drie vaardigheden die bijna altijd terugkomen. Als je ervaring hebt in dit vak, dan weet een werkgever al dat jij die vaardigheden beheerst. Als je die ervaring nog niet hebt, dan moet je dus ervoor zorgen dat je die werkgever ervan overtuigt dat je die vaardigheden bezit. En dat gaan we in de volgende stap doen. Nu weet je welke vaardigheden vaak worden gevraagd en die je dus eigenlijk goed onder de knie moet hebben om een goede kandidaat te zijn. Je hebt het onderzocht, je hebt op LinkedIn gekeken, je hebt ze opgeschreven en dan ga je vervolgens deze vaardigheden gebruiken om jezelf te verkopen. En wees daarin zo concreet mogelijk. Je hebt bijvoorbeeld gezien dat voor een helpdesk-medewerker het belangrijk is dat iemand klantgericht is. Want hij moet natuurlijk gaan bellen, of zij, met klanten en deze klanten goed te woord kunnen staan. In het hele begin van deze video gaf ik al als voorbeeld, je zit in het onderwijs en je wilt service desk medewerker worden. Dit voorbeeld heb ik gebruikt omdat het een vraag was van iemand die een reactie plaatst op een andere video. Vandaar dat ik het voorbeeld gebruik. Nu weet je inmiddels, je zit in het onderwijs, je weet dat de klantgerichtheid ontzettend belangrijk is in deze functie. En je wilt dus laten zien dat jij deze vaardigheid, klantgerichtheid, goed beheerst.
Je kunt op, ik heb een zin opgeschreven, vandaar dat ik hem even ga oplezen. Je kunt bijvoorbeeld in je brief schrijven: in mijn baan als docent zag ik mijn leerlingen en ook de ouders als mijn klanten. Ik zorgde er altijd voor dat het ze aan niets ontbrak. Zo stuurde ik belangrijke informatie altijd vroeg en uit mezelf. En ik controleerde altijd of ze alles hadden begrepen en of ze nog vragen hadden. Ik was goed bereikbaar en toegankelijk. Als je dit opschrijft, dan ziet een recruiter dat jij echt klantgericht bent. Je hebt het dan wel nog niet gebruikt in een functie van klantenservice-medewerker, maar in jouw baan in het onderwijs kun je ook heel klantgericht bezig zijn. Dus eigenlijk laat je hiermee zien dat je hier ervaring in hebt. En je doet het heel concreet. Want je laat heel duidelijk zien wat je nou precies doet als je klantgericht bezig bent. Dat is wat ik bedoel met jezelf verkopen met vaardigheden. Want in feite heb je dus veel ervaring in deze functie, alleen op specifieke gebieden. Voor alle vaardigheden die je nodig hebt en die heel vaak voorkomen, kun je dit voorbeeld gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld ook, als je Engels goed moet zijn en je hebt misschien lesgegeven en je had ook Engelstalige leerlingen, kun je dat weer als voorbeeld gebruiken waarin je dus laat zien dat je ervaring hebt in de Engelse taal. En zo zijn er voor elke vaardigheid concrete voorbeelden te bedenken van jouw ervaring daarmee. En zo laat je zien dat je ze beheerst. Wees ook eerlijk in je brief. Schrijf niet dat je heel veel ervaring hebt of een beetje ervaren bent als je dat niet bent. Maar schrijf er ook niet in: helaas heb ik geen ervaring. Want daarmee maak je jezelf veel kleiner dan je bent. Wat je eigenlijk wilt zeggen is dat je misschien de gevraagde ervaring niet hebt, maar toch heel goed kunt zijn in deze baan. En daar heb ik ook een voorbeeldzin voor. Ik ga hem ook weer even oplezen vanuit mijn laptop. Je zou bijvoorbeeld in je brief kunnen schrijven: u vraagt om enkele jaren werkervaring als medewerker klantenservice. Dat begrijp ik heel goed, omdat u iemand zoekt die al heeft bewezen om de juiste vaardigheden te bezitten en daardoor snel inzetbaar is. Gelukkig kan ik u beloven dat ik diezelfde vaardigheden ook bezit, al was het dan in een andere baan. En ik ga u hieronder uitleggen hoe dat zit. Als je dat schrijft, ja, dan maak je een recruiter eigenlijk wat nieuwsgierig van: oh, je bent geen medewerker klantenservice geweest, maar eigenlijk ben je net zo goed als de mensen die het wel hebben gedaan. Je triggert een recruiter om wat verder te lezen en vervolgens ga je dus heel concreet voorbeelden geven van jouw successen met die vaardigheden. Dan is succes verzekerd. Ja, als je dan je brief zo hebt opgesteld dat je heel concreet laat weten dat je ervaring hebt in die vaardigheden, is het belangrijk om ze vaker te noemen, die woorden. En dan bedoel ik ook in je cv en in die brief, maar ook op je LinkedIn profiel. En juist op je LinkedIn profiel zijn dit soort vaardigheden belangrijk. Want als je ze invult in je headline en in je samenvatting en ook in het, vooral in de sectie vaardigheden, dan zul je veel sneller gevonden worden door het algoritme van LinkedIn. Want het algoritme van LinkedIn kijkt niet alleen naar titel of functietitels, ook wel, maar niet alleen. Vaardigheden worden steeds belangrijker. En als jij weet welke vaardigheden belangrijk zijn voor zo'n functie die je wilt doen waar je geen werkervaring in hebt, dan ga je die vaardigheden zo vaak mogelijk in je profiel laten terugkomen. Vraag ook onderschrijvingen aan mensen uit jouw netwerk. Hoe vaker deze woorden voorkomen, hoe beter je gevonden wordt door recruiters. Dus vaardigheden in je brief, concrete succesverhalen, maar ook in je cv en ook in je LinkedIn profiel. En de laatste tip die ik je mee kan geven is: ga netwerken. Dat zeg ik heel vaak. Het is ook echt heel belangrijk. Want mensen die jou kennen,
die weten dat jij die vaardigheden bezit. En die weten wat jij kan en ook wat je wil. Want daar praat je over met vrienden, vriendinnen, familie, collega's. Dus ga actief netwerken op LinkedIn en zoek mensen die iets voor jou kunnen betekenen. En beteken ook iets voor deze mensen. Ga ze onderschrijven. Ga aanbevelingen weggeven. Vraag informatie. Ga het gesprek aan met recruiters, maar ook met werkgevers en ook met mensen die dit werk al doen. Vooral die laatste groep is belangrijk. Leg contacten. Vraag wat er nodig is om succesvol te worden in deze functie. Vraag of je een paar uurtjes mee mag lopen. Gewoon om te kijken wat het werk nou precies inhoudt. Dat zijn allemaal stappen die je kunt zetten om je netwerk te vergroten. Om naast al die vaardigheden misschien toch ook nog wat ervaring te kunnen opdoen. Je kunt een stage aanvragen, een leerwerktraject aanvragen, meelopen op de werkvloer. Er zijn echt best veel mogelijkheden om toch ervaring op te doen in die andere functie. Maar als je het niet hebt, dan kun je in alle stappen die ik daarvoor heb benoemd, toch jezelf verkopen als goede kandidaat. Hou het concreet. Ga niet schrijven. Oh, ik heb dit altijd al willen doen. Het lijkt me zo fantastisch. En ik denk dat ik het wel kan. Want daar kan een recruiter niet zoveel mee. Een recruiter moet jouw cv ook gaan verkopen aan een afdelingsmanager. Maar dan moet hij wel wat materiaal en wat houvast hebben om jou te kunnen verkopen. En ik werk zelf als recruiter. En als ik een brief krijg die heel concreet is, waarin ik al meteen al zie dat deze persoon wel over die vaardigheden beschikt, wordt het voor mij veel makkelijker om ook iemand anders daarvan te overtuigen. Dus wees concreet, zoek de vaardigheden op, laat zien dat je de ervaring misschien niet hebt, maar wel de kennis en de kunde, en dan maak je ook een hele goede kans. Ik wens jou ontzettend veel succes met het solliciteren op een functie waar je geen ervaring in hebt. Als je vragen of opmerkingen hebt, schrijf ze hieronder in een reactie. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je het blauwe duimpje, nee, tegenwoordig is het een wit duimpje, omhoog wil doen. Lekker, ik loop een beetje achter. En als je je abonneert op mijn kanaal, dan krijg je, en je klikt ook even op dat belletje, dan krijg je automatisch een seintje als er nieuwe video's uitkomen. En je weet, elke eerste zondag van de maand zorg ik ervoor dat er een nieuwe video uitkomt. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag en heel veel succes met solliciteren.